Dag jongens. Goedemorgen heren. En dame. En waar gaat het nog meer om? Spelen. Ja, en een beetje plezier maken. Sportief. Ja, sportief. Plezier maken. Maar winnen is ook leuk hoor. Ik verlies heel moeilijk. Wie is de trainer van Ajax? Ja. En doe mij alsjeblieft één plezier. Ik heb al zoveel verloren van Van Gaal. Dit is eigenlijk... Ja, één keer van de zoveel keer. Dit is de enige kans dat jullie mijn seizoen goed kunnen maken dat als je wint van ze. Nou jongens, kom op hè! Hey, kom op! Jongens, het gaat godverdikkie geweldig. Ik moet eerlijk zeggen dat ik ben heel trots op jullie. Dat meen ik. We zijn veel en veel sterker. Veel en veel sterker zijn we als Ajax. Dan schiet hij die bal naar voren, maar er is er niemand. Jij gaat terug mee verdedigen. Maar we moeten altijd een paar aanvallers daarvoor. En als hier de bal dan is, dan ga je je bewegen naar dat gedeelte. Dan ben je altijd, kan hij die bal altijd langs de lijn. Dat deed je al heel goed. Je moet meespelen, anders krijg je het veel te koud. In het begin stond je alleen maar daar te kijken. Je vindt het toch leuk? Nou, als je het leuk vindt, kom misschien in je neus. Als je het nou leuk vindt. Goed gedaan, en dat is een hele goede beweging. En dat is goed afgespeeld. En dat is goed afgepakt.
mooiste actie van een wedstrijd. Feliciteren, gelijkspel, dat is al een godswonder, maar jullie hebben het geweldig gedaan. In de laatste minuut. Nou, dan had je die overwinning. Je dacht dat je hem had, hè? Ja. Het is niet te geloven die bent. Of je nou met dit te doen hebt of met de grote... Ja. Louis. Het was wel een uitwedstrijd. Geweldige prestatie van ons.